In 9 afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering delen en mailen. Wanneer je persoonsgegevens wilt delen met anderen, denk dan eerst na over of dit wel zomaar mag. De AVG bepaalt dat je alleen die gegevens mag delen die strikt noodzakelijk zijn. En als je dan informatie mag delen, doe het dan veilig. Hoe doe je dat? Gebruik geen e-mail om persoonsgegevens te delen, ook niet intern, tenzij je de informatie versleuteld kunt versturen. Een betere oplossing is om informatie beveiligd te delen. Dit doe je bijvoorbeeld via een beveiligde internetverbinding. Die herken je aan het HTTPS-slotje. Er zijn instanties waarmee je op die manier ook al informatie deelt. Denk bijvoorbeeld aan Duo. Een andere optie is om te werken via een beveiligde cloud-omgeving en daar anderen voor te autoriseren. Denk bijvoorbeeld aan een inlogcode op het intranet voor toegang tot privacygevoelige informatie. Op deze manier houd je als school de regie over wie waarbij kan. Denk daarbij dan wel goed na over welke informatie je deelt. Alles of een gedeelte. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.